Houd mij vast. O Heere, ik ben de hoop vaak zo kwijt. Vrienden en vriendinnen van het Zingen in de Zomer, hartelijk welkom bij deze vijfde avond van het Zingen in de Zomer. 49 jaar zingen. Wat is het een voorrecht om het ook dit jaar te mogen doen. Special welcome, hartelijk welkom, to Menno Veenstra met zijn dochters. To Menno Veenstra with his daughters. Menno, where are you and can you please rise from your seat? Welcome, helemaal uit Canada. Hij heeft ons altijd bekeken op YouTube en nu bij ons in de Bethelkerk. Menno, met je dochters, hartelijk welkom. Natuurlijk de mensen thuis op Urk, met Urk FM, die met ons verbonden zijn. www.zingenindezomer.nl, ons YouTube-kanaal. Mensen, wat fijn dat u bij ons bent. Wat leven wij in een enorm onrustige tijd. In de wereld, in ons persoonlijk leven. Het schip van de wereld en het schip van ons persoonlijk leven wordt vandaag de dag heen en weer geslingerd. Het anker lijkt weg. Wij lijken maar geen vaste grond te kunnen krijgen. Heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Bethesda, huis van de hoop van onze interkerkelijke stichting Ethiopië-Eritrea. U heeft net de beelden met mij kunnen zien. Hoop bieden in een wereld die zo uitzichtloos lijkt. Het woord van onze God wil vanavond deze hoop geven. Dit huis van God, deze Bethel, is ook, of moet ik zeggen, juist vanavond een huis van hoop. En wat een fijne medewerking vanavond. Op het orgel Jaap Kramer en op de vleugel Gerwin van der Plaats is ziek geworden en vanmorgen bereid gevonden om vanavond te spelen op de vleugel. Jacob Schenk, dankjewel. En dan natuurlijk onze dominee Gerard Nederveen, die vanavond het gesproken woord zal verzorgen. Dominee, hartelijk welkom. En dan het koor van vanavond. Het christelijk gemengd koor Urk onder leiding van onze Tom Hesselink, haar dirigent, hartelijk welkom. Zingen, spreken, luisteren en zoeken naar de hoop. Mag ik u voorgaan? In het gebed, maar dat doen we later. We gaan eerst, of niet? We gaan eerst met elkaar zingen en luisteren naar het koor Ik zal er zijn.
mag u voorgaan in gebed. Dank u wel, Vader, dat u ons hier samenbrengt. Zingen in de zomer. Veel mensen overal vandaan met ons verbonden. Samen zingen, samen zoeken, samen bidden. Dank u wel voor al die middagen en avonden in de afgelopen 49 jaar. Dank u voor deze avond vanavond, Bethesda. Het huis van hoop. Al jaren is deze naam een symbool voor dat prachtige werk dat er in de Kerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea mag doen. Hoop laten gloren. Hoop geven. Hulp bieden. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Zingen van de hoop. Waar is onze hoop op gebaseerd? Waar is onze hoop op gevestigd? Vader, geef dat wij het vanavond voor het eerst of opnieuw mogen ontdekken. Ja, Vader, zo hoorden wij vanmorgen van dat hotel in Duitsland, wat gedeeltelijk is ingestort, waar mensen zijn omgekomen. Vader, wij willen u bidden voor de nabestaanden. Heer, ontferm u. Vader, wij willen u ook danken dat u de vele gebeden opgezonden tot u voor de bewaring van Mark, Edie en Jamie Hoefnagel-Visser heeft willen verhoren. Vader, aan u alle eer dat zij bij het leven gespaard mochten blijven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Vader, wilt u zelf vanavond hier komen met de kracht en de hulp van uw Heilige Geest, de trooster, en ons inspireren in ons spreken, in ons musiceren, in ons bidden en ons zingen, zodat het tot in de hemel mag doordringen. Kom, Geest van liefde, breng aan de wereld de frisheid van uw heilige adem. Kom, Geest van liefde, omgeef alle mensen met de stralen van uw genade. Kom, Geest van licht, verdrijf alle duisternissen van onze lijdende aarde. Kom, Geest van vreugde, die alle volheid overtreft en alle lof en dank bezielt. Kom, Geest van waarheid, bevestig in onze harten de smaak voor het heilige. Kom, Heilige Geest, herschep ons. Hernieuw ons geheel in Jezus Christus. Kom, Heilige Geest, geef en versterk in ons de hoop. Het alvast dat wij het echt mogen beamen. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Uit genade, om Jezus wil. Amen.
Thank you.
Onze Bijbellezing is vanavond uit Hebreeën 6, de versen 17 tot en met 20. Hebreeën 6, vers 17 tot en met 20. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Thank you.
Mijn vrouw vroeg ooit, wat is het verschil tussen een meditatie en een preek? En toen zei ik, gemiddeld 15 minuten. We willen nu een moment stilstaan bij wat we ook zojuist gelezen hebben in Hebreeën 6. En dan met name vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er vandaag al heel de dag hier op Urk is. Behalve de Urkers zelf. En wie heeft er al een rondje door het dorp gemaakt over de bult? Wie is er bij de vuurtoren geweest? En wie is er bij het kerkje aan de zee geweest? En wie heeft misschien ook een rondje gekuierd over de haven? Mooi. Waarom vraag ik dat? Al die plaatsen waar u geweest bent, heeft u als het goed is gezien dat er een anker ligt. Bij het kerkje aan de zee een heel imposant oud anker. Onder aan de voet bij de vuurtoren een geweldig groot anker. Ook in de haven, al die bootjes die daar liggen, groot of klein, ze hebben allemaal een anker. En dat is niet voor niks. Alleen er viel me ook iets anders op. De Urker kotters hebben dus helemaal geen ankers. Klopt dat? Het is niet het moment om dat nou uit te gaan leggen hoe dat zit, maar Urkers houden graag de gang erin. En als er één ding is wat een anker doet, is dat het je vastlegt. Want daar gaat het dus vanavond over, over dat anker. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. En bij de voorbereidingen voor deze meditatie ga je uiteraard zoeken in de Bijbel naar teksten over ankers. En ik dacht dat ik de Bijbel redelijk kende, maar hoe vaak denkt u dat er in de Bijbel een anker voorkomt? Wie denkt meer dan 100? Meer dan 10? Meer dan 5? Om precies te zijn, komen 3 keer voor in de Bijbel. 3 keer is er een tekst over het anker, waarvan er geen één in het Oude Testament. U moet weten dat het volk van Israël had sowieso een hekel aan water, een hekel aan de zee. De zee staat symbool voor de dood. En vandaar ook wanneer er in het boek Openbaring staat en de zee was niet meer, dan is dat ook een beeld van en de dood zal er niet meer zijn. Voor Urkers is het nog steeds een hele moeilijke tekst. De zee was niet meer, want Urkers houden van de zee. Anker is een teken van hoop. De 3 teksten in de Bijbel waar het gaat over een anker is 2 over de zendingsreizen van Paulus. 1 keer gaan ze voor anker, voor een eiland. En de 2e keer lichten ze het anker om weer verder te varen. Maar die laatste, die 3e tekst, daar willen we vanavond dus in het bijzonder bij stilstaan. Over het anker voor de ziel. Het boek Hebreeën gaat erover dat wij in Jezus Christus een koning, een hoge priester en een profeet hebben. Jezus Christus die met zijn eigen bloed de hemelse tabernakel is binnengegaan om zo de verzoening tot stand te brengen. Daarover gaat het hier dus ook. Als het gaat over het anker in de Bijbel, dan gaat het over houvast. En hoop is dus inderdaad het houvast wat wij mogen hebben als het gaat over de toekomst. Sommige mensen zeggen hoop is uitgestelde teleurstelling. Iets wat je hoopt is iets waar je naartoe leeft en als het zover is dan valt het zo vaak bar tegen. Ja, zeker als het over mensen gaat in de politiek. Mensen kunnen enorme verwachtingen hebben van politici. Nu gaat er een andere wind waaien. Nu krijgen we een regering. Die zal het eens laten zien. Hoop als uitgestelde teleurstelling. In de Bijbel dus niet. In de Bijbel niet.
Onze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. Vast en onwrikbaar. Want dat is het doel van een anker. En je hebt dus hele verschillende soorten ankers. Je hebt geweldig grote ankers. Je hebt ankers die heel klein zijn, die je zelfs helemaal op kan vouwen en alleen als je ze nodig hebt, los open kan maken, zodat die overboord gegooid kan worden. Grote ankers, kleine ankers, afhankelijk ook van het gebied waar je vaart. Want niet elk anker houdt het in elke bodem. Die grote zeeschepen, die hebben geweldig grote ankers, zware ankers, dat als ze die laten zakken, dan trekt het zich in de zeebodem vast. Wat is het anker waarin onze hoop nou vast ligt? En wat dat betreft is het een heel wonderlijk iets waar we vanavond over gezongen hebben. Het gaat over de rots. Maar als er iets is waar een anker niet in vast blijft steken, is het een rotsbodem. Bij een rotsbodem dan glijdt het anker erover weg. Nee, voor een anker moet je juist een bodem hebben die wat zacht is, waarin het vast kan grijpen. Hier net voor de kust van Urk ligt ook de Ommelenbommelensteen. Ik weet niet of dat u ook gezien hebt, bij laag water, dan zie je hem daar net met een puntje erboven. De rots van Urk. En die ligt daar ook vast en onwrikbaar. Ze hebben ooit geprobeerd hem weg te slepen, maar het is dus nooit gelukt. Zo vast ligt hij. Een heel mooi beeld ook van het geloof is rotsvast. Daar kan je op bouwen. En het zou wat dat betreft mooi zijn, dan zou er juist op die Ommelenbommelensteen bij wijze van evangelisatie een kruis worden opgericht. Het kruis van Jezus Christus. Want dat is dus de basis van onze hoop. Het volbrachte werk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is met zijn bloed de hemelse tabernakel binnengegaan om daar de verzoening tot stand te brengen. Hij is met zijn eigen bloed naar binnen gegaan. Tot verzoening van al onze zonden. Achter het voorhangsel. Onzichtbaar voor de mensen, maar zichtbaar voor God. En zo is dus ook met een anker. Dat grijpt vast in de bodem die we niet kunnen zien. Op het moment dat je je anker laat zakken, dan moet maar blijken of het houdt. Dan moet maar blijken of het grip heeft. Moet maar blijken of het inderdaad betrouwbaar en vast is. Er is nog één ding belangrijk met een anker. Niet alleen dat je er eentje hebt. Niet alleen dat je hem overboord kan gooien, maar ook dat hij vast zit met een touw. Met een lijn, met een ketting. Misschien heeft u dat filmpje wel eens gezien van die gigantische grote ankers die overboord werden gegooid bij een containerschip. Je hoort het ratelen, het was een hels kabaal. En toen op een gegeven moment was de ketting op en toen bleek hij dus niet vast te zitten aan het schip. En het anker dat vliegt naar beneden en los van het schip. Er moet verbinding zijn tussen het anker en het schip. Anders heeft een anker totaal geen zin. En zo wil ik dat toepassen op ons. U kent Jezus Christus. U heeft gehoord over zijn lijden, zijn sterven. Hoe hij de verzoening tot stand heeft gebracht. Hoe hij als hoge priester het fundament heeft gelegd waarop wij ons levenshuis mogen bouwen. U kent het. Kent u ook de hoop die daaruit voortkomt? Doordat Jezus vast en betrouwbaar is, doordat zijn werk voor eeuwig is, is er voor ons hoop niet als een uitgestelde teleurstelling, maar hoop als verlangen naar de toekomst. En daarom is de vraag voor ons allen hier vanavond, kent u die hoop? Kent u dat houvast in uw leven? Dat is een belangrijke vraag. En ik moest daar vandaag ook aan denken toen dat bericht kwam van dat gezin van Urk wat daar in Duitsland vast zat in dat huis. Stel je voor dat jij, dat u, dat ik daar onder dat puin lag. Op zo'n moment dan werp je als het ware je anker uit naar God.
Je weet van het anker. Je weet van de vaste grond die onder ons leven is. Je weet van Jezus Christus en het kruis. Maar ben jij, ben u ook verbonden aan dat kruis door die band met God? Of kent u dat kruis alleen van horen zeggen, van afstand? U weet dat er een anker is, u weet dat er een houvast is, maar of het voor u is, voor jou? Catechismus zondag 1, wat is uw enige troost? Wat is uw enige houvast? Niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Dat ik het kostbaar eigendom ben van Jezus Christus. Dat Hij voor mij betaald heeft. En dat niets of niemand mij kan scheiden van die grote liefde. Als je een boot hebt, moet je een anker aan boord hebben. Voor die noodgevallen dat het erop aankomt. Bij een christen is het anders. Een christen gooit niet pas dat anker uit op het moment dat hij in nood is. Een christen is niet iemand die pas nagedenken over zijn band met God op het moment dat hij in angst is. Een christen is iemand die zijn anker al heeft vastgehecht aan Jezus Christus. Of beter nog, die door Jezus Christus zelf gegrepen is. En dan kan het stormen. Dan kan er van alles in je leven gebeuren waar je liever niet aan wil denken. Dan kan je heen en weer geslingerd worden door de gebeurtenissen. Door emoties. Door de dingen in de wereld en je privéleven. Maar je anker ligt vast. Er kan van alles gebeuren, maar je raakt niet los van Jezus Christus. En dat is dus ook de boodschap van vanavond. Als u Jezus Christus kent. Als u zijn verzoenend lijden en sterven kent. Zorg dan ook dat u verbonden bent met hem. Die uitgestoken hand van hem, grijp die vast. Want ook u, ook jij, ook ik, kan op weg straks naar huis voor het einde komen te staan. En als je dan nog je anker uit moet gaan werpen, als je dan nog een knoop moet gaan leggen in die lijn met Jezus Christus. Nu is de tijd. En daarom gaan we nu ook met elkaar een lied zingen. Wat tegelijkertijd een geloofsbelijdenis is. Die belofte van God. Die verzoening die tot stand is gebracht. Die voor ons onzichtbaar is. Hij is achter het voorhangsel gegaan. Wij mogen erop vertrouwen. Wij mogen eraan vasthouden. Zoals hij ons vasthoudt. En laat het dan maar stormen. Laat het dan maar tekeer gaan. Wij hebben de vaste grond gevonden, waarin ons anker stevig hecht. Gods beloften zijn onwrikbaar. Hij heeft zelfs een eed gezworen aan Abraham en zijn nakomelingen. God is trouw. Hij laat niet los wat zijn hand begon. En daarom hou vast. Ga staan op die belofte. Pleit op het bloed van Jezus Christus. En u zult gered zijn tot een eeuwigheid. Amen.
mag u voorgaan in dankgebed. Heer, toon mij uw plan. Maak mij door uw geest bekend hoe ik u dienen kan en waarheen u mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, uit genade, om Jezus wil. Amen.
Wat fijn dat u vanavond hier was. Dominee Nederveen, dank voor de door u gesproken woorden. Het woord van hoop dat vaste grond biedt. Het anker voor de ziel. Hou vast. Het christelijk gemengd koor Urk, onder leiding van Tom Hesselink. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Ja, Tom Hesselink, wij hebben begrepen dat je na 10 jaar afscheid gaat nemen van het koor. Dank voor de meerdere keren dat je meewerkte aan het zingen in de zomer. En als blijk van waardering heeft het comité Zingen in de Zomer een bloemetje voor jou. En dat wordt nu van achteren naar binnen gebracht. Hartelijk dank, Tom Hesselink. En dan Jacob Schenk op de vleugel en Jaap op het merenorgel. Geweldig, mannen. Dankjewel. En u allen hier aanwezig en thuis, wat mochten we heerlijk zingen vanavond. En het zingen in de zomer gaat het door. Komende week, morgen en overmorgen, in het kerkje aan de zee van 2 tot 3. Volgende week hier in de Bethelkerk. Op de woensdagavond, 6e Zingen in de Zomer, met medewerking van het mannenkoor Urker Zangers, onder leiding van Jacob Schenk, André van Vliet, Martin Zonneberg, Marjolein de Wit en dominee Mengveld. Thema Bethesda, huis van barmhartigheid. Een groot muzikaal feest belooft het te worden. Van harte welkom. En noteer alvast de datum in uw agenda. Het zingen in de zomer gaat het land in. 21 september. En wat zou het fijn zijn als u meegaat. Het wordt een heel bijzondere dag. Wij willen u aanmoedigen, Jan de Boer en ik en het hele team van Zingen in de Zomer, om mee te gaan, u aan te melden. En dan gaan we misschien wel met bussen naar Groningen, naar Appingedam. Een prachtig dagprogramma. Geef u er alstublieft voor op. Samen elkaar bemoedigen in die hoop. Onze dames hebben een heerlijk kopje koffie of glaasje fris voor u staan op het plein. Hartelijk uitgenodigd. Zo mochten wij deze avond zingen, spreken, bidden, horen van de hoop en het uitzicht van de vaste grond waarin u, jij en ik ons anker mogen vastslaan. Vast en onwrikbaar. Het kruis van Jezus Christus, echt houvast, heeft u. Heb jij je anker vanavond overboord gegooid? Nog is het tijd. Wat een geweldige belofte heeft de Heere u, jou en mij gegeven. Ik zal je niet begeven. Ik zal je nooit verlaten. De Heere zal u, jou en mij steeds gadeslaan. Lieve mensen, hier en thuis, nooit kan het geloof te veel verwachten, want die hoop moet al ons leed verzachten. Halleluja. Amen.